De ontmoeting met God vindt niet plaats in een viering, maar in het gewone leven bij mij vaak. Tijdens het fietsen, het gaat erom woord te zijn in mijn leven als Dominicaan. Met lijf, leden en zintuigen, met alles erop en eraan. Ben nu 85, leid als broeder een solitair bestaan. En als ik gezond blijf, zal ik altijd op de fiets blijven gaan. De hele dag pedaleren in Gods openluchtkerk. Zijn aanwezigheid voel ik dan heel erg sterk. Fietsen naar Lourdes waar veel pelgrims kwetsbaar zijn. Alle maskers vallen af en dan is God heel dichtbij. Geloof is als onkruid, het vindt zijn weg via de achterdeur. We gaan er niet over, het gaat ongemerkt, het gebeurt. Als je 's morgens weer op pad gaat en je je ritme hebt gevonden. Als je fietst op de automatische piloot, dan voel ik mij met God verbonden. En besef je, elk landschap kent een harmonie. Prachtige kleuren en licht, sublieme composities. Fietsen is zo bijzonder, omdat het bijna geen geluid maakt. En je ten volle geniet van alles tussen hemel en aard. Fietsen is zo bijzonder, omdat het bijna geen geluid maakt. En je ten volle geniet van alles tussen hemel en aard. Ben je 85, leid als broeder een solidair bestaan. Als ik gezond blijf, zal ik altijd op de fiets blijven gaan. De hele dag pedaleren in Gods openluchtkerk. Zijn aanwezigheid voel ik dan heel erg sterk. Fietsen naar Lourdes waar veel pelgrims kwetsbaar zijn. Alle maskers vallen af en dan is God dichtbij. Geloof is als onkruid, vindt zijn weg via de achterdeur. We gaan er niet over, het gaat ongemerkt, het gebeurt.